Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geliefde broeders en zusters. Even jullie aandacht voor het volgende. We hebben natuurlijk allemaal gehoord van wat zich af heeft gespeeld in Den Haag. We betreuren datgene wat er is gebeurd. Zowel de moord natuurlijk en datgene wat er een tijdje nu al plaatsvindt daar en waar we verschillende signalen van kregen van onrecht die er wordt aangedaan daar. Dat is iets wat we natuurlijk direct ons tegen uitspreken. En waarvan we ook begrijpen dat er een vorm van frustratie is. Maar wat wij niet goedkeuren. Wat we niet mee in kunnen gaan vanuit menselijk oogpunt, maar zeker ook vanuit religieus oogpunt, vanuit de islam en al helemaal in de maand van de Ramadan. Dat de broeders en zusters, moslims, betrokken zijn de afgelopen nachten om elke nacht eigenlijk een soort van ritueel ervan te maken om te gaan rellen, om dingen te kapot te maken, om te gaan dingen in de fik te steken, om eigendommen en de veiligheid en alles eigenlijk onveilig te maken, dingen kapot te maken. Hoe? Waarom? Hoe kom je erbij? In de maand van de Ramadan. In de maand van barmhartigheid, van vrede, van vergevensgezindheid. Hoe kan het zo zijn dat jij je laat verlagen en dat anderen misschien onrechtvaardig zijn en jij dan onrechtvaardig wordt? Dat keurt toch geen enkele religie goed aan helemaal de islam niet en Allah is het niet zeker in deze maand, geliefde broeders en zussen. We leven niet in een jungle. Wij, degene die jou onrecht is aangedaan, richt je juist in deze maand tot Allah. Verricht juist rond dat tijdstip dat jij gaat rellen. Ga juist in de moskeeën de qiyam doen, de salat al-taraweeh. En leg je sujud, doe je beklag bij de koning der koningen en de meest rechtvaardige rechter. In de maand van barmhartigheid, zoek daarmee om jouw iman op te krikken en jouw kennis in plaats van inderdaad dit soort zaken aan te pakken. Waarvan je al hebt gezien dat ze niet aan te pakken zijn bijna bij de mensen. Nou, richt je dan tot de schepper der mensen. Natuurlijk richten wij ons ook tegen aan de mensen, de autoriteiten, om het serieus te nemen. Want dit is iets natuurlijk wat al een tijd zich afspeelt. En dit is natuurlijk een druppel die de emmer die al een tijd lang overliep, eigenlijk nog een keer laat overlopen. Dus en gelukkig zijn de eerste stappen daarin gemaakt, waarin de vijf dus op non-actief zijn gesteld en een onderzoek daar loopt. Dus we hebben het vertrouwen dat dit keer een verandering teweeg zal brengen en dat daar dus verbetering in zal komen. Maar tot de jongeren zelf. We horen 56 mensen, die jongeren die al gearresteerd zijn. Alsjeblieft, geliefde broeder. Alsjeblieft. 56 moeders die vandaag dadelijk aan de iftartafel zitten. Die niks door hun keel gaan krijgen. Die in het janken zijn, die in het huilen zijn. Voor het verlies van hun zoon. Heb je daaraan gedacht? Was datgene wat je wilde bereiken? Dat in de maand van de Ramadan dadelijk een heleboel andere moeders misschien nog meer erbij komen. Die de iftar niet meer fatsoenlijk, die het gevoel van de Ramadan niet meer hebben. Die dadelijk misschien met l'eid hun eigen zoon niet erbij hebben. En inderdaad in een cel de iftar moeten gaan brengen of wat dan ook. Heb je daar eens bij stilgestaan? Bij datgene wat jij nu in de maand, zodat wij zijn het verkondigen of eigenlijk het verspreiden met zoveel harten te winnen. Zoveel bruggen te slaan, zoveel mensen eigenlijk te bereiken met de islam. Dat jij nu, maar datgene wat jij nu doet, binnen één dag, twee dagen, dat allemaal stuk maakt. Liefde broeder, ik weet dat er een bepaalde vorm goedheid van goedheid in jou zit. Dat je voor het onrecht wilt opkomen. Maar we komen niet voor het onrecht op een verkeerde manier. Op een manier die Allah azzawajal ontevreden stelt. Op een manier waarin je de islam en de moslims alleen maar te lasten bent. Dus geliefde broeder, en zeker de familie eromheen, de ouders, let even op alsjeblieft. Je zoon, je neefje, je broertje, wie dan ook, even als gemeenschap, laten we hier even meekijken, broeders, want dit kan echt niet. Kijk even waar iedereen is en hou mensen binnen of hou mensen in de moskeeën en richt je tot Allah azzawajal. Want dit kunnen we niet goedkeuren en dit kunnen we niet ook aan de andere kant op kijken. Laten we met z'n allen inderdaad richting de meest rechtvaardige rechter vragen om inderdaad het recht van iedereen te nemen die iemand onrecht aandoet. Geliefde broeder en zuster, ik spreek vanuit mijn hart, wallah adem, ik beoordeel niemand, maar dit kan echt niet. Ik weet dat ik wil jouw moeder inshallah daarom namelijk niet laten aan de iftartafel zonder